Welkom in de entree van de stad Amsterdam. Hier worden de gasten binnen verwelkomd. Tijdens deze reis wordt de entree ook voor allerlei andere doeleinden gebruikt. We hebben hier bijvoorbeeld staan op dit moment de min 80 vriezer. Hier worden wetenschappelijke onderzoeken in bewaard, zoals plankton, bacteriën en algen. Als we buiten walvissen of dolfijnen zien, dan kunnen we hier kijken welk type soort we hebben gezien. Een ander informatiegedeelte van de entree is hier dagelijkse routines, wachtschema's. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor verschillende instructies. En we hebben hier bijvoorbeeld heel belangrijk ook de weersvoorspelling. Vandaag zaterdag 3 oktober, wind zuidoost 10 knopen. In de entree heel belangrijke aspecten, veiligheid. We hebben allerlei verschillende veiligheidsmiddelen, waaronder bijvoorbeeld de zwemvesten. Dan hebben we hier het buffet. Vanaf hier vinden de drie belangrijkste momenten van de dag plaats, namelijk de maaltijden. Smakelijk eten. Een ander gedeelte van de longroom hier is de boordstudio met de bibliotheek. En tevens de werkplek van onze bootproducer Ruud. En dan hebben we hier de binnenbar. Hier ziet dus de webcam studio. Hier kunnen we verschillende beelden zien van dek. En ook dus goed in de gaten houden wat er buiten allemaal gebeurt. Hier aan de bakboordzijde van de longroom. Dus aan deze zijde werken alle gasten. En aan deze laatste tafel hebben we geluidsapparatuur, camera-spullen. En dan hebben we hier de scheepsbibliotheek. Aan beide zijden. En deze zijn uitgerust met allerlei verschillende soorten scheepsboeken. Over de bagage, over van allerlei andere schepen. Van alles. Waar we nu naartoe gaan is het tweendek. Hier zijn we dus op het tweendek. Hier ga ik eerst een van de twee montagekamers laten zien. Hier hebben ze aardig verbouwd, dus ze moesten eerst behoorlijk gedemonteerd worden voordat ze überhaupt konden monteren. Ook hier veiligheid, weer heel erg belangrijk. Dus heel belangrijk om te weten waar de dokter verblijft. We gaan nu naar hut 12 toe, dan gaan we even naar binnen. Dat is hier. Deze hut is nu opgemaakt voor 3 personen. Leuk detail nog in de hut is de stormplank. Onder rolt hij er straks uit en deze blijft lekker liggen, want er zit een stormplankje voor. Dus niet uit bed te rollen. Dan hebben we hier nog extra kastruimte. En natuurlijk is elke hut uitgerust met een eigen badkamer. We lopen nu steeds verder naar voren. Hoe verder je naar voren komt, hoe oncomfortabeler het wordt hier. Hier sliep vroeger de bemanning, maar nogmaals, het is hier af en toe zo oncomfortabel dat het echt niet te doen is. Hier vind je de droge spullen. Droge spullen zoals pasta, bloem. Elke dag wordt er zelf brood gemaakt, dus veel bloem hebben we bij ons. Verschillende soorten sauzen, kruiden, soepen, couscous. Voor de officiële vermelding is dit inderdaad de enige functie van deze ruimte, de droge store. Ja. Een colaatje alsjeblieft. Een colaatje.